In de Rotterdamse gemeenteraad is brede steun voor de plannen voor Feyenoord City. Maar hoe kijken zij naar dit ontwerp? We lieten de impressie zien aan twee raadsleden. De hoofdbestanddelen van een nieuwe stad, beton, glas en staal. Vet. Ik vraag me wel af, als je ook de binnenaanzichten ziet, in hoeverre het op de arena lijkt. Want die stalen ophanging waar het dak zo meteen op schuift, dat ook wel een beetje zo. U zegt het lijkt op de arena, dat is voor een Feyenoorder vreselijk, toch? Dat is redelijk waardeloos inderdaad. Ja, dus ik hoop dat ze die zorg nog een beetje kunnen wegnemen. Of in ieder geval nog een paar extra impressies kunnen maken om te laten zien dat het daar absoluut niet op lijkt. Want ja, je zit niet sinds 1998 in het stadion nu geconfronteerd te worden met een soort Arena 2.0. Dus ik hoop dat daar nog wat aan gedaan wordt, ja. Ja, het is gewoon even wennen natuurlijk. Je bent zo gewend aan de Kuip. En als ik de plaatjes kijk, dan is het toch wat hoekiger. Maar je hebt natuurlijk wel een mooie veranda aan het water. Dus er zitten ook wel mooie punten aan. Punt van zorg blijft voor de gemeenteraadsleden de financiën en het mobiliteitsplan. Nou ja, vooral de financiën. Want uiteindelijk moet het wel betaald worden. En ook de vraag of het binnen budget kan blijven. Want iedereen weet, de bouwkosten stijgen de pan uit. Dus ik heb nog niet helemaal zicht erop of ze dat goed onder controle hebben. Ja, het huidige plan zeggen ze eigenlijk van er moeten net zoveel autoplekken komen als dat er nu zijn. Terwijl het aantal toeschouwers groot zal toenemen. Dus er moet veel meer inzet komen op OV, fiets. Maar we weten allemaal dat een hele hoop Feyenoord supporters niet uit Rotterdam komen en uit het hele land komen. Dus er moeten gewoon degelijke OV-verbindingen zijn naar het stadion toe zometeen.